van Vroomschoot, niet ver van Almelo. Een grote brand verwoestte daar het complex van een kunststoffenfabriek. De brandweer wist te voorkomen dat de Vlammenzee oversloeg naar andere gebouwen. Er zijn geen doden of gewonden gevallen, maar de schade is enorm. De eerste schattingen lopen uiteen van 60 tot 100 miljoen gulden. De brand werd vanmorgen om 4:45 ontdekt. Toen de eerste brandweerwagens arriveren, stond een groot gedeelte van de recyclingafdeling al in lichte waaien. Gezien de enorme omvang van de brand werd groot alarm gegeven. Alleen het vrijstaande kantoorgebouw overleefde de Vlammenzee. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een jaar geleden is ook al een gedeelte van de fabriek afgebrand. Toen was de schade zo'n 10 miljoen euro. Het is heel mooi weer, niet daar. Mooi hè? Het is weer. Zelfs de ganzen waren zwart. Is er nu iets verderop, hè? Die en die, ja. Die was ook nog veel beschadigd. Rustig. Ik wil je zo brengen. Dus we gaan lopen, ja. Dit is best wel snel. Ik wil je zo brengen. Terug te kort. Ik heb een rondje lopen.